Deze week stap ik in de wondere wereld van Mañana Mañana. Dit zit hier dus in de pan. Het festivalbroertje van de Zwarte Cross. Met de krenten uit de pap van de muziekscene, verrassend theater, een camping en de Achterhoekse natuur als decor. Hi! Is deze voor jullie? Dit is voor onze. Fantastisch. Speciaal voor Mañana gekocht in december 2019. We hebben even moeten wachten, maar we kunnen hem eindelijk gaan gebruiken voor Mañana. Het is niet veel. Dit hoort het bed. Maar als jullie 2,5 jaar hebben moeten wachten, dan moeten jullie er ongelooflijk veel zin in hebben. Ja, te gek jongen. Echt te gek. En het blokkenschema zit al helemaal dicht. Moet om 6:30 binnen zijn. Waar moet je naartoe? De eerste band in de tipi om 6:30. I don't know. Toffe band. Geen idee. Ik heb overal kippenvel. Het festivalgevoel zit er hier op de camping zelfs al in. Kom maar hoor. Wilt u even doorrijden? Dat is onderstaande files, hè? Dat is niet de bedoeling. Zal ik je heel veel helpen? Je hebt zoveel. Ja. Wat een service, zeg. Ja, tuurlijk. Waar moet je heen? Naar de camping. Ja, dat zie ik. Dat snap ik. Ik weet niet waar ik heen. Ik moet nog een plekje zoeken. Moet ik zeggen. Ben je alleen? Ja, mijn vriendin die komt morgen. Oh joh. Moet vanavond werken. Dus, vanavond kun je de bloemetjes buiten zetten. Vanavond gaan we sowieso de bloemetjes buiten zetten. Dat komt helemaal goed. Ja. Dus, weer het eerste festival? Dit is mijn eerste festival weer, ja. We hadden kaarten nog vanuit 2 jaar geleden. Dus ik ben blij dat we weer mogen. Helemaal ik goed. Vind dit wel een mooie plek eigenlijk. Ja, we hebben genoeg geshout. Ja. Ik zeg proost. Proost, hè? Die tent die komt later wel. Precies, zo hoort het, toch? Ja. Kijk, gaat goed jongens of niet? Ja, iets naar rechts. Hebben jullie het nou weer afgebroken? Ja, want het lukt gewoon helemaal niet. Oh, echt niet? We zijn al een half uur bezig in een tarp, dat lukt gewoon nooit. Het is altijd heel erg ingewikkeld. Maar dit is dan de eerste keer of zo dat jullie gaan kamperen? Nee, 100ste keer al wel. Maar een tarp is gewoon een hoofdstuk apart. Een wat? Tarp. Dit is een tarp. Wat is een tarp? Extra luifelachtig ding. Maar en nu? Nu niet, dan gaat hij de auto weer in. 1, 2, 3. En slapen maar. En klaar. Heb je hem niet getest van tevoren? Een beetje gammel die luifel, toch? Nee joh, dat is vintage. Het werkt gewoon. Veel plezier hè. Er zijn 7 podia met een groot palet aan artiesten. Mijn oog valt op de voorstelling van Kop tot Kont van Nel Schellekens. Wat is dit? Dit is een hart. Ik ga in een uur mensen meenemen in mijn keuken, verspillingsvrije keuken, van kop tot kont. Maar dus, dit hart, dat is een gigantisch hart. Waar is dit van? Os, dat is wel mijn Achterhoekse os. Dat is het hart. En dan hebben we de ziel en zaligheid. En dit is wel heel erg heftig, maar ik werk dus met ballen. Ballen? Dit zijn ballen van, ja. Van diezelfde os? Ja, kloten. Ik ben de beste klotenkok van Nederland. En dit hebben mensen denk ik nog nooit gezien. Dat ga ik niet maken, maar dat is gewoon shocking. Is dat een darm? Nee, dat is geen darm. Wat denk je? Als je ballen hebt, wat denk je dan aan? Oh ja, oh, ik zie het ja. Oh man. Doe maar weer in die pot. Helpen, hè? Doe maar in die pot. Ja, ik help je. Dus, dit gaan we dadelijk eten met z'n allen? Ja. Ja. Wou je nog weg? Kan het nog? Nee. Nee? Alle deuren gaan dicht. Nee. Ja. Ha ha ha!
Ik zou nog maar een biertje extra bestellen. Mijn naam is Nels Schellekens. Voor degene die me niet kent, voor degene die ik me wel ken natuurlijk ook, ben Nels Schellekens. Ik ben Achterhoeker in mijn hart. Maar aan mijn taal kun je horen dat ik niet van hier kom. Dit is Linda van de Omroep, die gaat meedoen. Met hoop en vrees, die wist van tevoren niet waar ze terecht komen. Dit is een van de kloten. Ik ben de grootste klotenkok van Nederland. Deze had je nog niet gezien. Oh, nee. Hop, 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 Pac-Man. Hop, 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 hop. Moet je ruiken? Nee. Ze wou meehelpen, maar toen wist ze dit nog niet. Ze zag ze alleen die tulpen staan en Linda, toen was het nog leuk. Ja, toen was het nog leuk. Ik heb dit al gepocheerd thuis. En dan ga ik bakken, ben je er klaar voor? Ja, je moet wel even de veiligheidsbril. Hebben jullie allemaal je veiligheidsbril bij? Want het gaat rechtop. Ja? Oké. Okay. Open. Oh, heel mooi vlees. Het is super mooi vlees. Ik doe maar wat, hè, Nel? Ik heb geen idee. Ja, nee, gaat goed, meisje. Natuurtalentje. Hé, hey, aan het ballen ben ik ook goed. Hij wil ze vers van de pers. Is dit voor mij? Dubbele portie. Dubbele portie. Ah, nee joh. Jawel, dat kun jij. Oké. Okay. Oké. Terwijl Linda hier lekker aan de proef gaat, laat ik jullie even wat zien. Uit die golfbak, ik kom even aan deze kant staan. Oh, blijft het dadelijk ook nog tussen mijn beugel zitten. Oh. Nou. Ja, hé, hey, of het lekker is? Jij bent echt een klote kok. Ja, echt hè? Ja, maar je hebt je bordje nog niet leeg. Nee. Dat kan niet. Dat is echt heel lekker. Ga er zo zitten. Maak een biertje voor Linda. Biertje. Heel graag een biertje. Geweldige dag mensen. We gaan naar... Mariana is aan, Lara is los en we zijn er nog de komende dagen, dus blijf ons volgen op YouTube.